De visie van president Chandrika Prasad Santokhi maakt dat we hier in Dubai zijn, niet alleen met de overheid als onderdeel van deze delegatie, maar met de sterke punten die de president altijd aanhaalt, en dat is het geloof in public-private partnership. Wij zitten hier met iemand dus die niet uit de overheidssector komt. Goedenavond. U kunt zichzelf voorstellen. Nou, ik ben dus Remy Vijzelman. Ik ben de lokale partner van DP World, waar ik aandeelhouder ben in activiteiten in Suriname. Tevens ben ik president-commissaris van Integra Port Services, handelend onder de naam DP World Paramaribo. En ik ben hier terechtgekomen omdat, wetende hoe belangrijk het is voor het land, voor Suriname, het initiatief heb genomen om DP World te interesseren om shore-based services te bouwen op wat waarvan wij, en in het bijzonder ik, overtuigd ben dat Suriname de beste locatie is. Heer Vijzelman, Suriname is in Dubai. Niet alleen met de Dubai Expo 2020, maar ook met de andere gesprekken, het zij bilateraal, het zij multilateraal, waarbij we toch wel proberen om stakeholders aan onze kant te krijgen en mensen ervan te overtuigen dat investeren in Suriname op dit moment een goed ding is. Gelooft u dat de presence van Suriname nu een verschil zal maken? Zeker weten. Ik heb ook kunnen proeven dat, kijk, de samenwerking die Suriname kan hebben met een ander land die voordelen op moet leveren voor beide landen, kan alleen maar als er een goede atmosfeer is om als partners met elkaar te werken. En wat ik tot nu toe gezien heb, kan ik van de mensen uit Dubai en van de mensen uit de overheid van Dubai merken dat ze heel openstaan om Suriname als partner te omhelzen, om gezamenlijk activiteiten te ontplooien in Suriname, om Suriname vooruit te helpen, waar Dubai natuurlijk ook zijn voordelen mee pikt. Maar dat ze, ik kon duidelijk merken dat er bij hun een sterke wil is om Suriname vooruit te helpen, uit de problemen te helpen en dat te doen wat nodig is. Zo gauw wij maar ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. En dat willen we graag. Nou praat u hier als businessman en als Surinamer. Als Ranamang, zag ik de trots in uw gezicht toen de presentatie werd gehouden. Als businessman, is dit voor u een kans om te zeggen, hé, ik kan als Surinaamse ondernemer groeien met deze move van de overheid? Nou, kijk, dus mijn hele idee om die people te interesseren voor de shorebase en de investeringen daarin te doen. Er gelooft in mij geen moment voor mezelf. Ik heb mijn brede botrokba. Ik heb een goed pensioen. Ik was half met pensioen. Ik ben nog president-commissaris. Maar ik heb besloten omdat ik weet hoe belangrijk het is voor het land, om mijn schouders te zetten, om ervoor te zorgen dat er een shore base gebouwd wordt voor Suriname. Wat mij ook vooral daartoe aanzette is toen ik merkte hoe belangrijk de president, onze president, dat vond. Hij besefte zich het belang van een goede shore base. Nu is het wel een private sector ondernemerschap, waar in feite de overheid geen bemoeienis mee zou hoeven te hebben, niet volgens geen enkele wet. Maar dat een president zich realiseerde hoe belangrijk het wel is voor het land en hij die private sector opriep investeren. Maar ook de vorige directeur van Staatsolie, maar ook deze geloof ik, hebben de private sector opgeroepen. Er moet een shorebase komen, investeren jullie, wacht niet tot je opdracht hebt, investeer. En nou ja, ik keek het aan, ik voelde me nog niet geroepen om in actie te komen, maar toen het moment kwam, dat ik merkte dat er niet echt iets serieus op een goede locatie gebeurde, heb ik besloten, laat mij maar mijn schouders eronder zetten. Ik heb toen in een paar programma's op de televisie, op de radio, mijn mening over een aantal zaken gegeven. Van het een kwam het andere. Ik kwam in contact met Firm Engineering. Ik heb het hele ding bekeken. Het is zo'n fantastische locatie. Het kan een mega ontwikkeling brengen. In Kommerwijnen, maar ook in Paramaribo, toeleveringsbedrijven enzovoort, subcontractors. Dus ik heb DP World toen geïnteresseerd om in deze shorebase te investeren. DP World is groot, heeft een dochtermaatschappij,
P&O vessels. Zo'n beetje een van waarschijnlijk de grootste vloot aan offshore supportschepen in de wereld. Zes continenten, meer dan 400 vessels. Ja, klopt. Ze hebben zelf in Antarctica gewerkt, jarenlang. Kijk, dus P&O vessels kan ook als dochtermaatschappij van Deep World een belangrijke bijdrage leveren. En ik weet uit ervaring dat toen Deep World in Suriname aandelen van mij kocht in mijn bedrijf, dat in de bidding, het was een bidding, waren zij de enige van de andere maatschappij, had het niet zo mooi gezegd, die zich realiseerde dat de nieuwe haven als enige openbare haven van Suriname een katalysator van nationale economische ontwikkeling was. En dat ze daar die liability die ze dan op zich nemen om ervoor te zorgen dat dat ding efficiënt is, zodat de export kan groeien. Want als je niet efficiënt bent en te duur, ga je de export te duur maken. En dan, maar ze realiseerden zich het belang van die openbare haven. Dus hun visie dat je als openbare haven efficiënt en vlot moet kunnen werken om de tarieven laag te houden zodat de export goed op gang komt, zodat de importgoederen tegen redelijke prijzen, wat het vrachttarief betreft en de afhandeling de haven betreft bedoel ik, op de markt komen voor de huishoudens. Dat was voor mij de reden om voor hun te kiezen. Want ik had zelfs een beter bod financieel. Maar het ging om langetermijn denken. En Deep World heeft die langetermijn visie geïtaleerd in zijn bod. En hun besef, hun bewustzijn van de functie als openbare haven. Ik heb voor ze gekozen en ik heb er geen spijt van. En nu, u heeft het zelfs gemerkt in de presentaties van de afgelopen dagen, dat ze steeds benadrukken, ze willen alleen met local partners werken. Ze willen een local partner omdat ze die local content willen ontwikkelen. Ze willen maximaal het land laten profiteren van hun activiteiten in het land. Uiteraard doen ze het niet gratis, maar het zijn daarom juist goede partners. Voor hun en voor Suriname waarin ze werken, willen ze het beste. Dan moet ik u bedanken voor uw bijdrage. Ik heb één exitvraag, meneer Vijsselman. Dubai heeft het in 50 jaar gedaan. Wij kijken en leren. Komoder? We moeten hard werken. De president heeft het gezegd. We moeten eens een keer stoppen met elkaar tegenwerken. Ik heb ook allerlei tegenwerkingen altijd gehad. Ik wil niet weten, toen ik de eerste havenkraal in dat nieuwe haven wilde plaatsen om die haven vooruit te helpen, werd aan mij gezegd, hij is gek, we hebben het niet nodig. Een man heeft me gezegd, zei je klets, kom ik money. Ik zeg, nee, ik wil die haven ontwikkelen. Mijn passie was altijd die haven te ontwikkelen. Ik wil hoeveel kan je per dag eten? Maar mensen begrijpen dat niet. We moeten eens een keer vanaf. Ik hoop dat twee belangen, ik heb het vanavond ook gezegd in een discussie en dingen. We hebben nu een wet op de jaarrekening. Ik ben zo blij. Als we nou eens een keer dat ook gaan handhaven, dat iedereen dat moet doen en wij de Belastingdienst op een goed niveau brengen dat ze innen wat ze moeten innen, zonder fraude, zonder geknoei, dan ga ik u zeggen dat de Surinaamse ondernemer die paradigm shift gaat kunnen maken om in plaats van belasting te ontduiken, zakken vullen, te investeren en de waarde van de aandelen van zijn bedrijf op te laten stijgen, dat het bedrijf meer waard wordt. Met een goede begeleiding van de staat, goed toezicht op de wet op de jaarrekeningen, goed functioneren belastingdienst, ja, en dan natuurlijk een paar andere dingen. Ease of business moet een stuk verbeteren. Gaat u zelf zien dat het bedrijfsleven in Suriname grote stappen vooruit gaat maken en dat de waarde van bedrijven en de aandelen van de aandeelhouders in die bedrijven gaan stijgen in waarde en dat Suriname tot bloei komt. U heeft gehoord, een van de mensen van Dubai, die presentatie hier, heeft niet gezegd dat, hij heeft duidelijk gezegd, het is niet de regering van Dubai heeft al deze gebouwen en bedrijven neergezet. Ze hebben de faciliteiten en het land ter beschikking gesteld. En de condities gecreëerd. En de private sector heeft het werk gedaan om gebouwen en bedrijven neer te zetten. Gewoon omdat de regering van Dubai ze gefaciliteerd heeft.
Maar u heeft ook gehoord dat ze, je gaat je aan de regels houden. Men heeft ervoor gezorgd dat de staat de faciliteiten die nodig zijn om voor ease of business te hebben, maar dat de private sector heeft het veilig ontwikkeld. Maar je hebt ook gemerkt, die visie van die sheik 50 jaar terug, die haven is gaan bouwen hier, waar hij nog geen business voor had. Maar toen die haven er was, is de business gekomen. Wij gaan een shorebase bouwen, de business gaat komen. En deze shorebase gaat een bijdrage, een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Dank u wel, heer Vijzerman. Graag gedaan. Als het algemeen belang goed geregeld is, ja, kan elk bedrijf dat op de juiste manier zaken doet, binnen het kader van de wet, binnen de wet jaarrekeningen, belastingen betaald, erop vooruit gaan. Thank you very much. You're welcome.